En hier denk ik dat een belangrijk punt ligt. Want wij gaan onze leden vragen, wat vind je hier nou van? Wij hebben zelf gezegd in de plannen die we vorig jaar bij het kabinet hadden ingediend, toen nog demissionair, zeiden we eigenlijk 3 jaar moet je er even de tijd gunnen. Als het doel nou gehaald wordt. Uiteindelijk dat we daar inderdaad, dat we met onze boeren uiteindelijk een keuze kunnen maken. Verplaatsen, duurzame innovatie. Of anderszins, dan denk ik bij mezelf, nou jongens, dat ene jaar, zoveel druk erop. Wij gaan niet met dwang mee. Het gaat om vrijwillige opkoop. Het gaat om duurzame innovatie. Duidelijk je mindset proberen te veranderen. En ik weet zeker, zoals Remkes ook zei vanmiddag, er is geen boer tegen de natuur. Nou, dus dat u zegt, dat is de grote neem daar winst, inderdaad, hè? Langer de tijd voor. Dan bereik je veel meer dan dat. Ja, want als je dat niet doet, je houdt dan het jaar vast. Ja. Als je dat niet doet, als je dwang gaat organiseren, zoals ik een beetje proef bij de heer De Groot, doe dat nou niet. Want als je dwang gaat organiseren, dan gaat die boer natuurlijk in de weerstand. En de weerstand leidt ertoe dat ze opnieuw naar de rechter lopen. En dat het allemaal langer duurt en dat het veel te duur wordt. Dus kom herstellen van vertrouwen. Ja. Ja, dat vraagt ook aan uw kant iets. Je moet echt met een aantrekkelijk aanbod komen. Eens. Maar dat is het belang van uw eigen leden om het ook snel te doen. Dus ik zou zeggen, hou gewoon vast aan het jaar. Daarnaast, het FD becijferde afgelopen zondag dat de rest van de economie al een schade heeft opgelopen van 28 miljard euro. Doordat alle dingen niet doorgaan. Dus, dan gaat het over de woningbouw die niet doorgaat. We hebben het natuurlijk over de natuur. Die kan ook niet verder uitstel verdragen. Dus ja, dan zou ik toch zeggen, kom op, schouders eronder. Nee, maar let op. In uw eigen belang en in het belang van de maatschappij. Maar